Jesse Klaver dacht de hoofdrol te hebben in een documentaire, maar het werd de hoofdrol in een soap. Want zelden veroorzaakt een niet uitgezonden portret zoveel ophef als Jesse. Documentairemaker Joey Boing volgde zijn fractieleider van dichtbij toen hij in dienst was van GroenLinks. Dat gegeven leidde tot zoveel commotie over de journalistieke onafhankelijkheid van de film dat BNNVARA en de NPO besloten de documentaire toch niet uit te zenden. Maar de film wordt maandag alsnog vertoond in Theater Carré en in talloze bioscopen in het land. Maker en hoofdpersoon zijn hier. Welkom. Jesse, ik dacht voor mezelf, je hebt de verkiezingen gehad, poging tot formatie, eindelijk in rustiger vaarwater en dan gebeurt er weer dit. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. En toen belanden we zondag inderdaad van een film in een soap. En viel jij dat zwaar of heb je er geamuseerd naar gekeken? Niet geamuseerd. Ik viel wel van de ene verbazing in de andere, ja. Verbazing klinkt nog onschuldig. Ja, maar omdat ik kon er niet zoveel mee, dus ik kon er naar kijken wat er gebeurde. En er werden mij vooral, ik was er in deze zeg maar geen onderdeel van die discussie, want ik werden mij gewoon mededelingen gedaan. De film gaat niet door, op maandag schrok ik echt. Want toen was er een persbericht waarin stond, hij komt niet op internet, hij komt niet in de bioscoop, hij komt niet op televisie. Niet nergens, op nooit. Nergens niet, nooit niet. Ja. Dat ik echt, oh wow, dit wordt misschien wel de eerste documentaire die dan in een kluis zit. Hoe moet ik me dat voorstellen met bewakers ervoor, dat nooit vertoond kan gaan worden. Ja. Maar ja, eind goed al goed zou ik bijna willen zeggen. Ja. Na een hele turbulente week wordt hij nu toch, komt hij nu toch beschikbaar voor het publiek, ook via Blendl. Vind ik wel een hele toffe manier hoe het dan... Heel modern. Zeker. Maar hoe dat uiteindelijk zo is gekomen, ga ik zo aan Joey vragen. Maar ophef is doorgaans de beste brandstof voor de kijkcijfers van een documentaire. Dat schreef NRC deze week. Ik heb het hier zelf aan tafel ook gezegd. Ik denk by far de beste publiciteitscampagne voor een documentaire ooit. Ik zou bijna denken dat je het bedacht had. Nou ja, natuurlijk. Zoals je dit soort dingen gewoon kan regisseren. Nee, over aandacht hebben we zeker niet te klagen gehad. Ik hoop ook dat heel veel mensen nu... ik hoop dat heel veel mensen ernaar gaan kijken. Maar ja, je hoopt toch ergens ook wel dat het iets rustiger wordt vanaf nu. Maar als ik het zo goed hoor, wil GroenLinks heel graag dat die film door heel veel mensen gezien wordt. Dus het is een positieve documentaire. Nou, maar daar komen we misschien zo dadelijk nog wel over. Ik denk dat het een mooi inkijkje geeft in hoe politiek werkt. Het is ook heel kwetsbaar voor mezelf. Maar als we bijvoorbeeld terugkijken naar de vorige campagne, 2012... Sander, dit is het programma Jinek. Dus ik mag hem vragen. We komen daar zo op. Nog maar één... Naar je laatste avond dan. Nog heel even, we komen daar zo op. Want ik weet waar je naartoe wil. En dat is dezelfde vraag die ik ook heb. Waar wil je naartoe? Je wil... Volgens mij wil je naar mijn t-shirtlijn toe. Joey, want ik noem het een soap. Hoe is het uiteindelijk nu de apotheose gekomen dat het wel te zien zal zijn? Wat is er uiteindelijk gebeurd? Uiteindelijk heeft, na maandag het gesprek wat we toen hadden, is er gebeurd dat BNN toch heeft besloten, na uitvoerig overleg met Doxy, de producent, dat ze de rechten lieten terugkopen door Doxy. Dus Doxy heeft gezegd, alle kosten, het hele budget gaan wij op ons nemen, dus we kopen het. En dan gaan we op ons eigen risico zorgen dat die film opnieuw gedistribueerd wordt. Ja, dat is wat er nu gaat gebeuren. Ja. Er waren vooraf drie eisen gesteld door BNNVARA. Al het ruwe materiaal moesten ze afgeven ter inzage. Geen enkele bemoeienis van GroenLinks met de montage. En Joey, jij moest jouw dubbelrol hierin, dus door wie jij betaald was tijdens het filmen van Jesse, aan het begin van de film kenbaar maken. Even kijken. Tijdens de campagne voor de verkiezingen van maart 2017 werkte ik in het team van Jesse Klaver. Het was mijn taak om continu korte video's te maken die we via internet verspreiden. We werkten zo nauw samen dat Jesse het al niet meer merkte wanneer ik de camera liet doordraaien achter de schermen. GroenLinks heeft 4 zetels in de Tweede Kamer als Jesse, de jongste partijleider ooit, spreekt van een grote volksbeweging en de ambitie om minister-president te worden. Door te blijven filmen probeerde ik erachter te komen hoe Jesse is buiten die mooie woorden en vergezichten van een politicus. Dit was onvoldoende, Joey, dat je dit had gezegd, terwijl dit zit aan het begin van de film. Nou ja, het was niet onvoldoende, want BNNVARA heeft die film gewoon enthousiast ontvangen. Ik denk dat het, ik weet niet precies waar het is misgegaan, maar het is uiteindelijk niet misgegaan op de inhoud van de film. Want daar stond BNNVARA achter, inclusief de directeur heeft hij ook nog gezegd op de omroep. Dus het is eigenlijk de commotie achteraf die heeft geleid tot de... De commotie, denk ik, en formeel het argument wat ze ook gebruikten was dat... de directeur niet wist dat ik beeldvoerder was geweest. Maar wel de eindredacteuren en zo. Ja. Maar niet de baas van de NPO. Nee, precies.
ondanks dat Joey voldeed aan de voorwaarden, heeft Binnen Vara teruggetrokken. Je zei dat je met verbazing had gekeken naar alle ontwikkelingen nu. Had je ook kunnen bevroeden dat dit een probleem zou zijn? Juist vanwege het feit dat je politicus bent en zijn rol hierin? Ja, ik kan mij de argumenten om het namelijk niet uit te zenden heel goed voorstellen. Maar uiteindelijk maak je er is een case te maken waarom je zegt, je moet dit niet uitzenden als VARA of als publieke omroep. Ik denk dat je ook kan betogen dat dat wel moet. En de VARA had die keuze gemaakt en gezegd, wij vinden dit juist een unieke kans om op deze manier een inkijkje te krijgen in zo'n campagne. Is het de verkeerde beslissing dat ze die film hebben teruggetrokken? Ja, dat is aan de VARA om die keuze te maken. Maar in jouw optiek bedoel ik? Nou ja, het lastige is, kijk, je had het al over de commotie die ontstond. En ik denk dat politici, ik figureer in deze film. En ik ben ook politicus en dat politici terughoudend moeten zijn over wat een omroep nou wel of niet zou moeten uitzenden. Die keuze maken ze zelf. Ik vind het wel heel opvallend dat je eerst de keuze maakt om het wel te doen en daar heel enthousiast over bent. En vervolgens ontstaat de druk van buiten en dat je dan zegt, nou, we doen het niet. Nee. Dat vind ik opvallend. Ja. Ik kijk even naar jullie, jongens, want ik herinner me dat toen Rutte bij Zomergasten zat, dat daar ook veel discussie over was. Ja. Ja, zeker. Dat was natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen. Ja. En dat was heel lang, veel zendtijd. Het enige verschil wat daar natuurlijk nog wel bij was, is dat daar een onafhankelijke interviewer bij zat. Iemand die hem het vuur aan de schenen zou kunnen leggen. Mm-hmm. En hier gaat het om een documentaire die gemaakt is door iemand waar GroenLinks zelf, en dat is misschien wel iets achteraf gezien wat GroenLinks ook niet heel handig heeft gedaan, in een vooraankondiging naar alle activisten die jullie hebben, gezegd van onze Joey, de nieuwe spindokter, de beeldvoerder, dit is modern. Onze Joey heeft een film gemaakt, kom hem bekijken. Weet je wel? Toen werd hij wel heel erg van GroenLinks. En dan hoort hij niet op de publieke omroep, dan hoort hij in de zendtijd politieke partijen. En dan moet je elke keer 3 minuten uitzenden. Ja. Dus jullie vinden terecht dat hij niet... Nee, dat niet. Nee. Nee? Nou ja, dat beeldmateriaal had ik willen hebben. Had ik een hele andere documentaire daarvan gemaakt. Hoe weet je dat? Je hebt hem nog niet gezien. Nee, maar ik had het gewoon heel anders aangepakt. Met ander beeld. Dus niet alleen jouw beeld, maar ook ander beeld erbij. Dat hebben we ook gedaan, hoor. Gekke dingen ertussendoor. Ik had hem liever ook de hele tijd in het pyjama-pak gezien. Maar nog leuker. Nee, maar ik vind gewoon dat... Bedoel, kijk, het was in alle persberichten is helder gezegd wie het gemaakt heeft en waar de beelden vandaan kwamen. Ja, dan moet je ook niet zwichten. Bedoel, het is een documentaire. Het is geen nieuwsitem. Een nieuwsitem moet onafhankelijk zijn. Bij een documentaire vind ik dat al iets anders. Dus ik vind het wel gek dat ze gezwicht zijn voor die druk. Ik heb de film mogen zien vandaag en het geeft inderdaad een inkijk in politiek achter de schermen. We gaan kijken naar een fragment waarin wij de voorbereiding zien op jouw treffen met Lodewijk Asscher en die beroemde handreiking van jou aan Lodewijk Asscher in het Radio 1-debat dat door jou werd geleid. Schud mij de hand. Waar zeg ik nu ja tegen? U zegt ja tegen dat we de VVD er sowieso uit gaan houden. Schud in de hand. Ik ga echt niet, dat zeggen we niet later. We weten niet, de situatie na 15 maart zal moeilijker genoeg zijn. Mijn voorkeur is duidelijk, liever niet nog een keer met de VVD. U kunt op mij blijven katten en maar als krabpaal gebruiken. U doet maar. Ik blijf mijn hand uitsteken en ik kijk uit naar de samenwerking. Boosig, ja, maar wel mooi. Nee. Ja. Ja. Ik zie je. Ik heb er zin in. Geeft u mij de hand? Even terug naar de stelling. Geeft u mij de hand om dat voor elkaar te krijgen? Op dit moment, niet iedereen kan het zien, maar... Ik ga u zo de hand geven. Meneer Asscher, de hand. Ik ga u zo de hand geven, maar even terug naar de stelling. Wat u doet is een tikje arrogant. En ja, ik vind het prima. Ik wil heel graag met u samenwerken. Maar laten we dat dan ook echt doen, vanuit de inhoud. Goed. Dan reik ik u de hand. Heel veel spanning in. Dit is spannend, hoe het nu gaat uitwerken. Uiteindelijk kwam die uitgestoken hand, dat zag je. Maar toen had Klaver zijn doel al bereikt, want de luisteraar hoorde twijfel. De kijker zag twijfel bij Asscher. Klaver wil zeggen, kijk eens, als je er niets wilt, Joost, jij leidde dit debat. Ja. En we zien hier dat dat gebaar in ieder geval met al het effect wat het heeft beoogd van A tot Z geregisseerd is. Hoe kijk jij daar nu naar? Ja, je weet dat debatten worden voorbereid. Dus dat verbaast me niks dat zoiets al van tevoren is ingestudeerd. Maar op dat moment was het heel spannend, want je ziet het gebeuren. Dan zie je eerst het ongemak bij Asscher. Maar je hoort Asscher zeggen, ik vind het een tikje arrogant. En toen, die reactie was niet verwacht. Dus toen zag ik weer spanning ontstaan bij Klaver. Dus het was eigenlijk een heel ongemakkelijk moment om bij te zitten. Het was een beetje van, wilt u deze man tot wettelijke echtgenoot? En ze gaan
allebei nee zeggen, weet je. Zo'n soort... Ja. Ja. Well, ik heb het gezien en dit is dan een iets verkorte versie. Mm-hmm. Ik had het idee dat je heel veel zin had om dit te doen. Mm-hmm. Dat je heel erg eager was sowieso. En dat je misschien een fractie van een seconde te vroeg was met het gebaar. Klopt dat? Ja... Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. Ik had dit gewoon in mijn hoofd dat ik dacht, oké, dit gaan we zo doen. Dit was sowieso een heel moeilijk debat, weet ik nog. Omdat ik had me heilig voorgenomen, ik ga mijn linkse vrienden wil ik niet aanvallen. Maar ik was toevallig geloot om met Lodewijk Asscher te zitten. En ik wilde hem niet aanvallen, maar ik wilde ook wel de verschillen duidelijk maken. En ze hadden echt behoorlijk op me ingebeukt, de vrienden van de Partij van de Arbeid. En dat is op zich altijd wel een goede brandstof voor mij om echt zin te krijgen in een debatje. Kun je je voorstellen, Jesse, dat kijk, Joost en Sander doen dit al heel lang, dus zij weten hoe het werkt. Maar kun je je voorstellen dat als iemand die nog nooit in politiek Den Haag zich heeft bewogen of wat dan ook, dat hier naar kijkt en denkt, is dit hoe het werkt? Zitten ze een beetje uit te dokteren wat het effect is van een handreiking? Ja. Ze moeten toch bezig zijn met het redden van de wereld? Wat doen die jongens? Nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dit is wel hoe politiek werkt. Dit is hoe alle politieke partijen, althans mag ik hopen als je dat niet doet, hoe debatten worden voorbereid. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat het over de inhoud. Het gaat om je dossierkennis, wat je voor elkaar weet te boksen. Maar het is ook het onderdeel van het ambacht van politicus zijn. Dus dat je je goed voorbereidt op een debat en bedenkt... Ik meen me wel te herinneren dat je achteraf zei dat het spontaan in je opkwam. Ja. Ja. Nou. Ik weet het niet. Dat wat dat betreft is de documentaire dus toch onthullen. Misschien kan Joey het opzoeken in het materiaal wat hij had. Ja, ja, ja. Joey, jij was een... Je ziet hier in ieder geval hoe het is gegaan. Ja. Ja. Je was een vlieg op de muur, maar soms ging je ook bemoeien met Jesse. Even kijken. Het is een wijsheid van Gandhi. Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je. En dan win je. En dan win je. Aan het lijstje wereldleiders ga je Gandhi even toevoegen vanavond. Met wie je jezelf vergelijkt. Komt dat zo op jou over? Nee, wat ik nu hoor. Ja? Dat is nou niet de bedoeling. Nee, het is een wijsheid van Gandhi die ik heel mooi vind. Ja, oké. En hij beschrijft een algemene wet, niet zozeer wat hij doet. Ik vind het wel erg dat je iedere keer, hoe zeg je dat? Doordat er zo'n frame is geplaatst, dat je heel erg moet oppassen met wat je zegt. Ja, want natuurlijk vergelijk ik me niet met Gandhi. Ik zou wel maf zijn. Ik vergelijk me ook nooit met Obama of met Trudeau. Anderen doen dat en die zeggen dan, nou, maar jij vergelijkt je altijd met... Maar goed, daar kan je niks tegen doen. Moet wel alleen op letten. Oké, we leggen volgens niet neer bij de status quo. Past jij je gedrag aan op de opmerkingen van Joey, jouw beeldvoerder, die zo bezig was met hoe je overkwam? Ik luisterde naar ieder advies van Joey. Nee, ja, natuurlijk, Joey was onderdeel van het team. Ja. Dus als Joey adviezen gaf, dan woog dat zwaar. Net zoals ik zit daar met Bart Snels, dus nu Kamerlid voor GroenLinks. Ja. Met hem maakte ik de meeste speeches. Ja, dat telt. Dus je bent met elkaar aan het kijken, wat ga je vertellen? Hoe kom ik over? Ik heb dus de film gezien en ik kan zeggen dat je... Daar is geen disharmonie in de film. Het is nooit onaangenaam. Je bent nooit een hufter. Je bent eigenlijk altijd lief, slim, aantrekkelijk, meedenkend. Hooguit misschien een beetje moe soms. Maar echt nooit onaardig of onaangenaam. En voor mij als kiezer, maar ook als journalist... ik was heel erg benieuwd naar het verzilveren van jouw winst... aan tafel gaan formeren, dat mislukt. En dat zit dan niet in waarom dat mislukt. Er zit één opmerking in van jou dat je zegt... het is zo'n fundamenteel punt, ik kan dat niet doen. Maar ik wilde zoveel meer weten. Dat zat er niet in. Waarom niet? Of misschien moet ik dat aan jou vragen, Joey. Waarom niet? Nou, op dat moment vond ik het als documentairemaker veel interessanter... om die fase te beschrijven in de film... als een fase waarin Jesse Klaver worstelt met twee werelden... waar je niet terecht is ingekomen. De wereld van de formatie. Snelle, elke dag verandert iets. En de wereld van... zijn moeder, die plotseling een hersenbloeding heeft gekregen en kort daarna overlijdt. Ja. Dus daar gaat dat gedeelte meer over dan waar die formatie elke dag precies over gaat. Ja, die keuze kan ik begrijpen van jou als filmmaker dat je dat hebt gemaakt. Maar wat ik zei aan het begin over dat Jesse is eigenlijk altijd een hele aantrekkelijke persoon, aardig persoon, slim, weet je wel. Je ziet hem nooit tieren of tegen iemand ruzie met iemand maken, wat dan ook. Was dat een keuze ook? Nou, wat ik vooral interessant vond om te belichten... en wat ik merkte, zeg maar, aan de campagne...
waar ik dus zelf onderdeel van was, maar waar ik wel af en toe een beetje mee worstelde, wat ik ook heb willen benadrukken in de film, is dat hele show en die grenzeloze ambitie van Jesse Klaver. We hebben ook beelden van kunnen opsporen van toen hij nog 2 jaar oud was en al op het podium stond. En daar wringt het voor mij af en toe. En dat vond ik interessant om te laten zien. Dat het soms wel heel ver gaat met de show en met de... Ik heb 4 zetels, maar ik word de nieuwe minister-president. En dat vond ik interessant om te belichten. En daar zit volgens mij ook waar het een beetje... Waar het wringt. Maar deed hij het wel eens dan, boos worden en tieren? Ik heb geen scheldkanonades meegemaakt, helaas. Nee. Maar vind jij het daar maar een propagandafilm? Omdat dat zo allemaal zo positief ook. Want dat was eigenlijk het verwijt natuurlijk van veel mensen. Ik begrijp dat mensen het willen zien. Ik begrijp ook dat een omroep dat willen uitzenden. Ik vond het ook interessant om te zien. Het geeft ook een inkijk die je normaal niet krijgt. Maar nogmaals, het geeft... Kijk, of je bent een heilige... Of het geeft een positief beeld van jou. Er zijn ook dingen niet goed gegaan in de campagne. Lisbeth van Tongeren stond niet op de lijst, heeft zich eigenhandig teruggevochten. Weet je, dat soort dingen zit er allemaal niet in. En dat hoort bij het complete plaatje. Maar geen enkele film is compleet. En daar zit, je vertelt nu, dat was jouw keuze en jouw visie. Dus ja, ik snap heel goed dat mensen het willen zien. Het is ook leuk om te zien. Ja, maar nu moeten ze 5 of 6 euro betalen. Nou, dat overleeft ze ook. Ja, maar hoeveel publiciteit kun je hebben? Dit is toch fantastisch? Dit is next level, dit. Ik wou dat ze dat bij mij ook allemaal deden. Ik wil er ook een. Nou, Gerig, hoor, volgende week begint er niet. Oh, maar dat even geheel terzijde. Sorry. Terzijde. Ik wil even terug naar iets wat jij zei, Joey. Want je zei, ik was bezig te kijken naar die 2 werelden waar Jesse in terecht kwam. Het overlijden van zijn moeder en dan die dagelijkse praktijk in Den Haag. Jouw moeder heeft ook een rol in de film. En hier zien we haar op de verkiezingsavond. Net voordat je naar je eigen partijgenoten toe gaat, dan ben je nog even met haar. Kijken we even naar GroenLinks. Gaat naar 16 zetels. De SGP gaat naar 3 zetels. Wat? Met je melk. Ja. Ik heb nog niet zo. Nou, we gaan genieten natuurlijk. Ja, dat is nog lastig. Nee, dat komt. Ja, maar nou. Kandidaat staan op het podium, hè? Nu staat het ook een beetje te oosten. Ja, maar. Hoe heb je die 2 werelden bij elkaar kunnen brengen? Dat je aan tafel zat te praten over politiek en dit meemaken met je moeder dat ze overlijdt. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Dat is... de discussie gaat heel veel in de film over waar heb ik politieke fouten gemaakt? Hè? Of waar was ik een onaardig persoon, zoals je het zegt? Of waar heb ik gescholden of getierd? En wat voor mij het meest confronterend aan de film is eigenlijk... is voor mij ook dit beeld. Dus dit is 1,5 maand voordat mijn moeder overlijdt, ongeveer. En hebben we de verkiezingen gewonnen. Ik zie mijn moeder. En het enige waar ik mee bezig ben is, ik moet straks het podium op. Daarna moet ik weer naar een uitzending. En ik ben alweer met het volgende bezig. En dat ik het veel te veel voor... als vanzelfsprekend heb gevonden dat ze er is. En dat ik met haar kan bellen voordat ik naar een uitzending ga. Of dat ze me steunt en dat ik altijd maar bezig ben met dat politieke project. En als er iets is wat ik heel pijnlijk vind en wat mijn slechte kant laat zien, is het dat. Hoe kan je een dag na de begrafenis van je moeder, dus was ik gewoon aan het onderhandelen. En ik zat er ook echt en ik was puur bezig met die onderhandelingen. Dit wat ze nu tegen me zegt, nu moet je oogsten, dat hielp daar ook heel erg bij. Dat zat voortdurend in mijn hoofd. Maar hoe ik het heb gedaan, weet ik niet. Maar als je me vraagt... Ik had liever dat er 10 momenten in hadden gezeten... waarin ik een debatvoorbereiding slecht gaat. Of je iets niet goed doet. Ik vind dit veel confronterender voor mezelf. Blijf je Jesse volgen? En niet vanuit Den Haag. Maar waarschijnlijk wel gewoon via af en toe een etentje of een belletje. Geen volgende film? Zijn nog niet Jesse is zo jong, joh. Je kan nog 10 films over maken. Ik denk dat er heel veel hele interessante mensen zijn in Nederland en in de wereld om te volgen. Ik kijk heel erg uit om straks op groot scherm in Carré te kijken met heel veel mensen. Het gaat gebeuren. Ja. De film Jesse is maandag te zien in diverse filmtheaters. En ook is de stream vanaf maandag te koop via de digitale kiosk Blendl. Heel erg bedankt, allebei. Dank je wel.